vertel me eens, waarom moest je haar trouwen? Ik wist niet dat ze dat wist. Ik had na het overlijden van mijn vrouw een boek geschreven met de bijzondere titel Mijn leven met Els was vooral een feestje. En in het boek stond mijn levensverhaal. Ook veel dingen die de kinderen tot daarvoor nog niet wisten over werk enzovoort. En ik begreep dus toen in één keer dat het boek wat bestemd was voor mijn kinderen en voor familie, zussen en dergelijke, ook door een kleinkind gelezen was. Ik zei, Noah, zo heet ze, ik ga het je nu uitleggen. Wat ga ik dus nu doen? Wat ik zelf heel mooi vond, en dan geven ze ook heel graag het woord aan jullie. Ik heb dit verhaal ook aan een aantal leerlingen van het ASIC verteld en samen met Menno gekeken. Er zat ook een oudere mevrouw bij. We hebben nu een half jaar lang een Oekraïns gezin bij ons in huis gehad. En Lubina die zat bij jullie toen ik het verhaal ging vertellen. Voor haar was het een hele mooie ervaring, ook heeft ze me verteld. En ik heb nu al wat gezien van wat jullie gemaakt hebben. Ik ben een keer bij jullie geweest. Ik vind het echt heel bijzonder wat jullie gemaakt hebben. Vul mijn schippen zonder boom, als een bakker zonder brood, een scheten zonder kloot, er is geen kloot meer. Nou, zoals Leon al vertelde, is hij een aantal, 6 weken geleden volgens mij, op de ASINC gekomen met dit project. Ik moest eerst even nadenken, wat kun je nou eigenlijk met zo'n project? En toen leek het ons wel heel interessant, wat zou nou deze generatie, waar deze jongeren een voorbeeld van zijn, hiervan vinden. Natuurlijk is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Dat speelde natuurlijk ook wel mee. En eigenlijk viel het hele verhaal van Leon heel erg goed op zijn plaats hiermee. En op basis van dat verhaal heb ik gevraagd, hebben we overlegd met deze jongeren, welk onderdeel, welk plaatje zou je daarbij kunnen verzinnen? Ja, ik kende eerst het hele verhaal eigenlijk helemaal nog niet. En nu doordat hij het verteld heeft wel. En ik vond het heel interessant. En ik vond het echt wel bijzonder om te horen. En daarom maak ik ook over hun iets, een schilderij. Dat hun dus over de landkaart heen reizen. Waar de klei op staat, heb ik van hout gemaakt met een figuurzaag, oranje geverfd. En daarna heb ik met een beetje relief en zo, heb ik klei erop gedaan. En dan heeft het een klein beetje, is het wel een beetje 3D en geeft toch meer dimensie dan erop tekenen. Pols Adelaar, die is gebruikt voor panzerdivisies en zo. En dat is een soort onderscheidingsteken, die zat ook in de presentatie. Die heeft hij gemaakt van klei en hout. Hey, leg eens even uit, wat heb je gemaakt? Ja, ik heb de begrenzing van Duitsland naar Polen getekend, omdat ze niet meer terug konden naar hun eigen land. En gedwongen waren om ergens te blijven waar ze eigenlijk niet wouden blijven en liever ergens anders wouden zijn, in dit geval Polen. Dus dat heb ik gemaakt. Wat heeft jou het meeste aangesproken in het verhaal van Leon? Wat was er iets wat je pakte? Ja, vooral het dat ze niet terug konden naar hun eigen land, naar Polen. Dat was vooral hetgeen dat me bijbleef. Dat is een beetje beklemmend ook, hè? Ja. En Pepijn, wat heb jij gemaakt? Ik heb een trein gemaakt waar de vader van Leon en zijn broer op aan het vluchten zijn. Omdat ze niet meer terug mochten ook in Polen. Je zit op het dak? Ja. Wat heeft jou heel erg geraakt in het verhaal van Leon? Ja, wat Eli ook al zei, dat ze niet meer terug mochten naar hun eigen land was geboren. Zou je dat zelf vinden als je zoiets zou beleven eigenlijk? Kun je dat voorstellen? Nou, kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Het lijkt me heel eng, vooral. En Linde, wat heb jij gemaakt? Ik heb een kaart van Europa gemaakt met daarop de grenzen van Polen die door Duitsland en door de Sovjet-Unie als het ware verschoven werden. Waardoor Polen ook verschoven werd. En ik zie allemaal poppetjes op jouw werk. Wat doen die poppetjes? Die drukken tegen de grenzen aan. Om zo te laten zien dat de grenzen verschoven werden. Zowel vanuit
vanuit Rusland als uit Duitsland en Polen die probeert terug te leggen. Ja, ik zie ook een paar poppetjes. Er zijn de middelste poppetjes. Er zijn dus echt platgedrukte poppetjes. Wat Leon vertelde over de landsgrenzen was mij wel het meest bijgebleven, zeg maar. Omdat ik eigenlijk nog nooit van gehoord had dat het gebeurd was. Dus dat bleef wel gelijk in mijn achterhoofd zitten van, hé, dat is misschien wel leuk om iets mee te doen. Ik had eigenlijk nog nooit gehoord, omdat je op school vooral veel meekrijgt over wat in Nederland is gebeurd. Maar je hoort eigenlijk nooit wat in andere landen gebeurt. En dus ik had eigenlijk uit het verhaal van Leon, sprak dit me het meeste aan, omdat ik dit eigenlijk nog helemaal niet kende. Dat is natuurlijk het mooie van dit soort verhalen. We horen verhalen over Europa die we eigenlijk voor sommige mensen al gewoon gesneden koek zijn. Maar voor deze generatie is het helemaal onbekend. We zitten in een andere tijd. En we hopen dat door dit soort verhalen, dat ze door worden gegeven, dat we ook in ieder geval dat altijd in herinnering blijven houden. Dank jullie allemaal.